In de slotfase van de oefenwedstrijd tegen NAC Breda wordt Martijn van der Laan aan zijn linker enkel behandeld door verzorger Henk Hagenouw. Dezelfde enkel waar van der Laan al eerder lange tijd mee sukkelde. Ik was in duel met de spits. Ik kwam naar binnen en wat een duel. Ik viel en hij stapt recht op de binnenkant van mijn enkel. Dus ik was heel even bang voor mijn oude enkelblessure, maar het lijkt mee te vallen gelukkig. Het is al behandeld? Het is behandeld. Ik heb net een half uur aan de ijsmachine gezeten. Het is nou goed ingepakt, dus dat komt wel weer goed. Ja, we hoeven ons geen zorgen te maken. Nee, absoluut niet. Van der Laan keerde afgelopen zomer na een verhuurperiode aan Cambuur weer terug bij FC Groningen. Hij miste door een blessure een groot deel van de voorbereiding. Ik kwam hier geblesseerd binnen met een vervelende enkelblessure. Daar heb ik veel en lang last van gehad. Gelukkig is het weer over en maak ik weer minuten. Zoals afgelopen zaterdag tegen Vitesse, toen hij inviel voor de geblesseerd geraakte Jason Davidson. Het was lastig voor mij om weer op linksback te spelen. Het was even onwennig. Ik was veel met mezelf bezig, merkte ik. Maar het is uit nood, dus het moet gebeuren. En ik ben er klaar voor in ieder geval. Ja, want ook vanmiddag weer op linksback. Is dat nou ook een positie waar je op zou moeten richten of is het toch echt centraal in de verdediging? Nou ja, Jason is nog steeds geblesseerd. Dus, Jason Davidson? Ja, dus in eerste instantie zal ik me daarop moeten richten, denk ik. Ja, maar niet de positie die je ambieert, denk ik? Nee, dat zeker niet. En dat weten ze ook. Maar goed, het is niet echt een tweede linksback. Joël is ook niet echt een linksback. Die heeft er wel gespeeld en die kan er ook spelen. Alleen, nu kiezen ze voor mij. Nu Van der Laan weer fit is, is zijn doel voor dit seizoen duidelijk. Ja, zoveel mogelijk spelen. De concurrentie aangaan met Samir. En die doet het goed, moet ik zeggen. Ja. Dus vooral afwachten. En als ik een kans krijg, moet ik hem pakken. Ja. En zolang Jason nog geblesseerd is, linksback spelen? Ja, dat denk ik wel. En daar richt ik meestal op, ja.